Yo, leuk dat jullie weer kijken naar deze vlog van de Bucks Boys. We hebben heel veel reacties gekregen op onze laatste poll. Heel veel vragen gingen over DJ Studio en synthesizers. We hebben de afspraak met Mark. Michael heeft een microfoon bij en hij gaat al jullie vragen aan Mark stellen. Nou, we hebben dus Mark gevonden. En Mark, wat doe jij hier zo bij Bucks? Ik ben productspecialist, studio, DJ en toetsen met specialiteit synthesizers. Wat dempt er meer? Een stuk foam of een lap vloerbedekking? Vloerbedekking dempt altijd goed, foam ook. Het hangt een beetje vanaf waar je hem voor gaat gebruiken. Demping tegen de muur is eigenlijk meer voor reflectie. En op de grond, ja, als daar zeil of tegels liggen, ja, dan maakt dat zelf ook geluid als je erop trapt. Dus eigenlijk is beide is prima voor demping. Wat zijn volgens jou de beste studiomonitoren? Ik vind Adam heel erg goed. Ik hou van driewegsystemen. Heb je wel wat grotere studio voor nodig. Maar de S-serie van Adam, ja, dat vind ik wel hele toffe speakers. Wat zijn volgens jou dan de beste subwoofers? Je moet hem eigenlijk niet horen. En op het moment dat je hem uitzet, dat je hem dan mist. En het hangt van de grootte van de ruimte af, van de kamer af en hoe je hem gaat gebruiken. Een van onze volgers die twijfelt tussen de KRK5 en de KRK6. Ja. En welke is volgens jou beter? Hangt ook een beetje van je ruimte af. Bedenk dat als je meer bas wil, hoe groter de kast, hoe meer laag dat je hebt. Het voordeel van een wat grotere speaker ten opzichte van een kleinere speaker, als je het geluid wat zachter zet, wat je vaak ook doet, als je een eindmix maakt, dan heb je bij een wat zachter volume, wat lager volume moet je eigenlijk zeggen, heb je bij een wat grotere speaker gewoon wat meer output. Qua elektronica zijn ze van binnen eigenlijk wel identiek. Dus het is een beetje je persoonlijke wens. Kan je de 6 kwijt, zou ik zeker de 6 aanraden. De volgende vraag was welke speakers de beste zijn in een prijsklasse van rond de €350? Daar staan we niet bij. En dat is de Adam T5V. Waarom kies ik voor de Adam? Ze zijn eigenlijk veel te goedkoop. Dat heeft Adam een klein beetje bewust gedaan. Echt realistisch is geen enkele monitor. Dat bestaat niet. En als je echt realistisch geluid wil, ja, dan ben je wat meer kwijt. Maar die Adam, ja, die klinken wel heel erg tof voor het geld wat ze ervoor vragen. Welke audio interface raad je aan? Audio interface persoonlijk. Hoeveel ingangen heb je nodig? Hoeveel uitgangen heb je nodig? Ga je er opnames mee doen? Heb je hem alleen maar nodig voor afspelen van je muziekproductie? En het budget. Het heeft geen zin om een hele dure, bijvoorbeeld, hè, pak de Zentour. Die is vrij prijzig. Heeft geen zin om die aan een setje KRK's te hangen, want wat daar uitkomt aan geluid, dat kunnen die KRK niet weergeven. Wat is een goedkope manier om je studio te isoleren, zodat het geluid beter klinkt? Isoleren is heel simpel. Je maakt binnen herrie en de buren hebben er geen last van. Nou, dat bereik je eigenlijk alleen maar door je ruimte akoestisch buiten te sluiten van de muren wat staat. Om het beter te laten klinken, dat heeft met akoestiek te maken. Foam op de juiste plaatsen, een plant of iets dergelijks kan al heel veel verschillen. Een zachte muur, hè, dit is ook wat rubber, maar ook bijvoorbeeld stof aan de muur helpt al. Want je krijgt geen reflectie, want dan krijg je alleen maar van een glad oppervlak. Kijk wat je nodig hebt. Dus vraag het anders aan ons. Wij kunnen een beetje je kamer bekijken. Hangt ook van de grootte van de kamer af, welke hoeken. Het liefst geen rechte hoeken, het liefst een bol. Ja, dat is ook bijna een beetje onmogelijk. Maar het kan allemaal wel. Welk MIDI keyboard is beter te gebruiken in combinatie met een FL Studio? De A49 of de S49? De S is wat meer gericht ook op de software complete en dergelijke van Native Instruments. Dat zie je ook aan de displays. Kwalitatief zijn ze beide even goed. Dat maakt niet zoveel uit. Het werkt ook allebei perfect. Ik zou zeggen, pak de kleine als het alleen voor FL Studio is. Want dan heb je gewoon een hele toffe MIDI-controller. Wat is onze duurste synthesizer? Alle duurste synthesizer is de Moog One. En dan de 16-stemmige polyfone synthesizer. Dit kost bijna €9000. Welke synthesizers zijn leuk als je dance of house wil gaan produceren? Als synthesizer freak, iedere synthesizer. Maar een beetje flauw. Een beetje budgetair. Welke dat ik op dit moment heel erg leuk vind, dat zijn die Behringertjes. Behringer heeft een Model D, heeft een Neutron. Of de boutique series van Roland. Die zijn niet goedkoop, dat ga ik echt niet zeggen. Maar ze zijn ook niet mega duur. En ze klinken echt te gek. Dus dan heb je een hardware synthesizer, geen software, voor een hele leuke prijs. En je leert ook wat in synthese. Je kan direct knopjes draaien. En dat is wat mij wel bevalt. Is deze Pioneer XDJ700 te gebruiken met DJ Pro software? Is samen te werken. Bedenk wel dat de Pro software alleen maar onder OS X van Apple werkt, niet onder Windows. Dus die zijn samen te gebruiken. Wij helpen je altijd graag met dit soort vragen, of in de winkel of via de helpdesk. Maar je kan het op hun website zelf ook zien. Gaat Mark zijn voorkeur uit naar Pioneer of naar Denon DJ? Ik persoonlijk ga voor Denon.
En ik ga dat ook uitleggen waarom. Ik vind dit qua techniek een vele, vele leukere speler. Hij is ook nieuwer. De technieken zijn wat nieuwer. Schermen zijn wat groter. Ik hou van innovatie. Wat vind jij persoonlijk de beste DJ controller en welke is dat dan? We staan erbij. Persoonlijk vind ik de Traktor S8 de fijnste DJ controller. Ik hou heel erg van de Traktor software. Omdat dat meer open software is, ook met MIDI. Ik kan er heel mijn studio aan hangen. Voor mij persoonlijk de beste DJ controller. Moet er aan deze Pioneer RZX een laptop of een computer aan vastgekoppeld zijn? Je hebt hier een laptop voor nodig en ik moet erbij zeggen, ook vanwege de videofuncties die erin kan doen, een hele stevige laptop heb je hier echt voor nodig. Nou, dit waren een heel deel van jullie vragen. Er zijn er nog veel en veel meer. Helaas heb ik niet de tijd om ze te beantwoorden, want jullie zien, ik sta gewoon in de winkel. Ik vond in ieder geval leuke vragen. Heel leuk om te doen. Blijf de vragen stellen. Tot de volgende keer. Zoals Mark net al zei, bedankt voor al jullie vragen. Dit was de vlog. Later!